En terwijl Pinocchio bij me staat, welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is een heel speciale aflevering. We zijn namelijk met 100 mensen hier aanwezig bij... iemand heeft trouwens dezelfde skin als Leroy, merk ik nu. Waarschijnlijk Shane Jordan. We zijn in het piratengebied. En zoals je ziet gaat dadelijk de attractie open. En het leek me leuk om dat op te nemen met jullie kijkers. Ben je niet bij de livestream of kon je niet bij zijn vandaag, dan is het leuk om gewoon achteraf even te kijken. En met al deze te gekke piraatjes gaan we dus hier in deze nieuwe attractie. Ik ga hem iets eerder openen. Nou, het nog 1 minuut officieel met de tijd. Maar dat is een piratenavontuur. En het is een van de grotere dark rides die we hebben op dit moment van de loopattracties. Loopattractie, dark ride, ja. En deze attractie stond vroeger bij het gebied van de Pirates, bij de Indiana Jones achter de schedel. Dat hele gebouw tegenover die vijver waar de Jafar staat, die is nu weggehaald en die is hierin verstopt. Dus het is echt, het is heel veel bijgekomen en hij is groter geworden en het was iets heel fantastisch. Ik ga aftellen, jongens. In 3, in 2, in 1 en nu. En officieel is deze nu geopend. En er staan nog steeds gesloten, dus ik mag dit nu gaan verbeteren met de goede tekst. Was het groen, was het 2? Doe jij maar. Ja, is goed. Terwijl de zon weer probeert te schijnen, dat is een heel goed teken. Ga ik even wachten tot Leroy het heb aangepast en dadelijk zien wij het prachtige bordje dat hij nu geopend is inderdaad voor iedereen. En wat houdt deze dark ride in? Of loopattractie dark ride? Nou, je gaat een verhaal volgen van een piraatje. En dat doe je door op de plates te staan. Heel veel mensen wachten ook voordat ze op de plates staan. Arr, ben jij er klaar voor? Staat er ook. En kijk, je kan ook hier naartoe, je kan een beetje kijken. Het is een beetje een lekker doe-het-zelf attractie. En het is echt ernstig druk. Het is echt ernstig druk. Maar dat geeft niet. En het eerste wat mensen gaan doen is hier lopen op dit pad. En zoals je ziet is dit best lastig. Want je weet niet waar je moet lopen. Het is een puzzeltje. En je komt als het goed is steeds verder en verder. Maar het is best lastig. Want ja, ik weet niet. Irma, lukt het jou al? Voor mij lukt het wel. Ja? Het lijkt net alsof ik het heb gemaakt en dat ik weet hoe de route ligt. Ik heb hem ook wel gemaakt, maar ik weet de route niet meer. Want dit heb ik serieus nog nooit echt gedaan. Iedereen staat hier vast. Ja? Iedereen staat hier vast. Ik zie alleen maar hoofden. Een hoop mensen lopen wel door, maar ik zit ook weer vast. Hoe kan dit nou? Oh ja, ik zit verder. Ja, ik kom verder. Ja. Zo. En soms loop je in één keer door. Dat is zo grappig aan deze attractie. En dit is wel een van de grotere, lastige... Ja, het is namelijk een parcours en jump maps en er zitten puzzeltjes in. En zoals dit vervelende doolhofje. Ik kom er niet uit. Help Irma, pak mijn hand en help me. Ik ben nog niet zo ver. Want je denkt, in het begin, moet ik de witte streep volgen of moet ik de grijze streep volgen? Maar dat is juist de illusie. Dat is gewoon random. Ja, het is gewoon random geplaatst. Random. Gewoon heel erg random. Irma, hoe kom jij nou verder? Oh, ik ben verder. Ja. Gewoon tegen muurtjes aan blijven lopen. Ja, je moet blijven lopen. Oh ja, ik ben er bijna. Ja. Moet ik? Ja, gewoon. Ja? Ja? Ik ik ben er! Yes! Het is gelukt, Irma. Ik heb het gehaald. Maar je kan jezelf helemaal vastzetten. Want als je jezelf vastzet, dan is het nog lastig om eruit te komen. Nou, we gaan hier naar beneden. Hallo jongens en meisjes. En zien jullie ook het nieuwe schip wat hier is geplaatst? Hier rechts moet je kijken. Met een kanon. Ik hoop dat de kanon niet afgaat. Ja, dat hopen. En dit schip komt Irma denk ik wel heel bekend voor. Door. Irma, kom je dat schip hier niet bekend voor wat daar stond? Ja. Oh, oké. Nee, dan is het goed. Juppie. En we gaan hier onder de grond, jongens. In het piratenhol. Het is een hele lange... Ja, het is echt een hele vreselijke trap. Want hij is echt ontzettend diep. En dan, als het goed is, komen we aan in een compleet gethematiseerd dark ride gedeelte. Oh. Ja, daar gaan we een huis binnen. Het is echt donker. Hallo matroosjes. En hier zien we een wensput. En jongens en meisjes, probeer maar hier maar eens als jullie het kennen. Voor mij heeft Damien hier nog aan gewerkt vroeger. Als ik het goed zeg. Ik weet niet zeker of Damien het was. Wel. Ja, hè? Die heeft hier aan gewerkt vroeger. En de tactiek is, er zijn verschillende manieren om bovenop de huisjes te komen. Dat kan. Nu mag je eindelijk een beetje freerunnen. Dat is dan wel het voordeel aan deze attractie. Normaal mag dat niet, hè? Nee, normaal mag het niet. En, oh, jammer, ik viel naar beneden. Jammer dit. Jammer dit. Ik doe mijn best. En Leroy, lukt het jou al? Ja. En waar ben jij al een beetje? Ik ben in de tweede kamer. In de tweede kamer? Ben je aan het debatteren? Ja. Debat. 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 Het bad. Debat. Debat. Kabats.
En ik ben hier, ik zit hier boven op een gebouw en ik probeer nu te jumpen hier naartoe. En ik denk dat ik dan daar naartoe moet. En dan moet ik hier om een paaltje heen. Oh, dat is wel een gedoe zeg. En dan kom ik daar en ik ben er. Helemaal legit gedaan. We kunnen ook hier naar beneden toe. Aikook, volgens mij is dat, kan ik daar ook naartoe, Aikook? Of dat loopt het dood? Ik vang loopt je dood? Op. Loopt het dood? Nee. Oké, kom ik er ook. Je kunt dus vinden, verschillende manieren kan je naar het volgende gebied komen. Maar ik dacht, als ik hoog blijf, dan heeft het misschien nut. Oh nee, dan moet je toch naar beneden springen. Zie je een huiverkar? Kan ik daar opkomen? Ja. Want wij moeten nu, even kijken, waar moeten we heen? We moeten door deze poort komen. En hoe gaan we dat doen? Ik zie Irma al naar een secret lopen, in de hoek. Oh. Weet Irma het nog? Dat ik zit nu met een gebied met heel veel krokodillen. Ik vind het een beetje eng. Oké, het zijn Leroy kadeels. Ja. Leroy dillen. Ja, Leroy kadeels. Je vindt zijn eng. En piratenavontuur is eindelijk geopend, ja. En misschien moet ik via deze daakjes. Dus even. Oh! Yes, ik gooi het geluid iets harder aan. Zo. Toen hoor je al dat getrippel. Wat zit er in deze kist? Helemaal niks. Er zit nu een blauw blokje in. Het gevoel dat ik nu het vers ben van allemaal. Iemand sluit die deur, zodat ik er niet doorheen kan. Zo. Wat gemeen zijn jullie. Oh, jij was het verste, Irma? Slash TP hier, Drake. Hey. En jongens, kijk, we zijn nu we zijn over de gebouw heen. En er zit ergens een secret hier in de map. En ik wilde eigenlijk naartoe. Ik zag iemand er al naar heen springen. Daar in de hoek zit hij namelijk. Irma is er overheen gelopen. En dat is hier zo, want hier is namelijk... Hier staat het. Easter Egg, de boef uit Disneycraft. Iedereen staat ervoor. Disneycraft aflevering 78. Hadden we hier opgesloten in dit plekje. Dat is leuk om te weten. Nou. We gaan door. Dat is in de hoek. En we gaan piraatjes hier ook, hè? Allemaal piraatjes zijn hier ook. We gaan door het krokodillenbos. Kijk uit voor de krokodillen. Die zitten hier allemaal verstopt hier in het water. Het is vrij donker. Ik zie ook allemaal hoofdjes hier. Oeh, een beetje liguber hier. De piraten hadden niet zo'n trek in die mensen. Kan die balen, lijkt het net. En hier komt dan een soort jumpparcoursje. Ik moet even gaan kijken, want... Jij. Waar? Hierop? Achter je. Ja, ik ben hoger. Hier. Oh, wacht. Ja, ik kom hoger. Oh, je mag niet op de plant, hè? Moet ik... Ja, maar ik moet toch naar boven? Nee, hier is het jump. Oh, is het... Hier kom je eerst bij een plate. Oh, hier moet ik nog niet doorheen. Ik zou... Ja. Oh, deze jump-up is het moeilijk. Is die moeilijk, ja? Ja, ik ben nog bij het eerste deel voorbij. Ja? Ja, ik zie niet echt waar ik moet springen, joh. Dan is het lastig. Ja, met al die mensen. Ja, ik denk dat deze stinkliaan... Ja, ik zie het echt niet. Maar ik probeer... Ja, ik ben erop gekomen. Oh, ik ben er weer afgevallen. Ik ga het nog een keer proberen. Oh, nee, nog een keer. Wat? Oh, chips! Oh, chips! Kijk, dit is vervelend, want je moet om dit blokje heen die hier staat. Ja! Yes, yeah. Ik heb hem. Volgende. Oh, chips! Ik ben gevallen. Ik ben gevallen. Dan moet je via de liaantjes heel hoog. Liaantje. Ik ben een liaantje. Oeh, die is pittig. Ja? Oh, ik moet jumpen. Au. Ja, ik ben er. En dan moeten we... Kan ik hier hoger springen, ja? Is het mogelijk dat je je hoofd kan stoten tegen blaadjes? Dat weet ik niet. Oh, ik haal hem weer niet. De brugstap instorten, kijk uit. Dan moeten we hier naartoe. En kijk die mooie omgeving hier, jongens. Kijk hoe diep. Moet je helemaal klimmen en klauteren. En dit is een vervelend, want... Oh! Deze is vervelend. Als je zakt naar beneden, moet je helemaal opnieuw beginnen. Oh. Dan ga je gewoon hier naartoe. Ja, je mag niet op de blaadjes staan, dus als je valt, dan word je waarschijnlijk naar de span geteleporteerd. Oh, dat is heel... Ja, dat is echt heel pittig aan deze. Dan ga je hier naartoe. Dan hier. Dan zo. En dan... Zo. En dan kom je hier. En ik geloof dat jullie goed moeten kijken in dit gebied, want... Er zit iemand... Wat doen jullie hier, jongens? Wat doen jullie hier? Oh, hier staan mensen achter de bar. Souvenirs, avontuurlijk. Ik wil avontuurlijke souvenirs, hallo. Er is een eend achter. Maar ik zie heel veel Constantin TNT's hier, dus ik denk niet dat dat helemaal veilig is. En hier ook allemaal loods hier op de achtergrond. Grote diepe gang met allemaal kistjes. Ik denk dat we hier doorheen gaan. Jongens, ik heb hem doorstaan. Ja, ben je al klaar al, Irma? Ik ben al klaar. Zo, je hebt gerust dan waarschijnlijk. Je hebt echt gerust. Ja, waarschijnlijk ben ik een aantal secrets vergeten. Ja, misschien. Heb je de achievement al gevonden, Irma? De geheime achievement van de uitgang, die heb ik. Echt? Oké. Zo. Kijk. Gaan we weer naar boven toe. We gaan de trap weer op. Yay. En ik heb nou nog net tijdens de video een idee gekregen om te maken in de attractie. Dus de attractie wordt nog steeds... Gaan we nog wel een keer veranderen natuurlijk. En dat is een heel kleine toevoeging, maar wel ontzettend leuk om... dat erbij te hebben. En nu komen we denk ik wel bij het einde. We hebben nog een dingetje. We komen hier naar buiten. Oh, dan komen we over het krokodillengebied hier.
Ik ga even laten zien wat er in de chat komt. Als ik dat kan laten zien, jullie. Ja. Er komen natuurlijk alle mensen. Durf jij de laatste uitdaging aan? De krokodillen hebben honger. Kijk, er zit die krokodillen in het water en we gaan er omheen. Ik durf me niet te bewegen, hoor. Die krokodillen hebben honger. Nee, 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 nee. Oké, okay, kijk uit hier. Dan word ik opgegeten. En dan komen we hier uiteindelijk langs de krokodillen heel langzaam sluipen. Want misschien hebben ze honger. En dan komen we hier aan het einde. En hier door de deur. En dan hebben wij de achievement gehaald van het piratenavontuur. Het was een heel leuk avontuurtje. Het was heel apart. Het was een grote attractie ook, hè. Het loopt helemaal onder de grond. Het loopt er een heel compleet complex van jump maps en dingetjes. Ik hoop dat jullie nou ook wel echt een piraatje hebben gevoeld door deze attractie. Leroy, heb jij je piraatje gevoeld door dat attractie? Uiteraard. Je staat hier zo tegenover Niesen. Is dat jouw vijand? Jouw aardsvijand piraat? Ik zal hem killen! Mensen, dit was de opening van deze attractie. Voor je leuke video, vergeet geen like te geven. En te abonneren midden van het scherm. En de volgende keer zien we je terug bij een nieuwe video in Disneycraft. Ik bedank iedereen voor meedoen en doei doei! Dag dag! Doei doei! Doei doei! Doei doei! Doei doei! Doei doei! Doei doei!